Voorafgaand aan Ajax-Feyenoord Bartje zette Edwin van der Sar namens Ajax zijn handtekening onder een overeenkomst met Vrumona. De frisdrankfabrikant, leverancier van onder meer Pepsi en Gatorade, is de komende 3 jaar official supplier. Het wordt een deal van een aantal jaren waardoor we samen met hen ook samen in, met de jeugdopleiding, met de diëtisten en met de scientists gaan kijken naar hoe heeft sportdrank, welke invloed heeft dat op onze spelers en wat kunnen we kunnen er beide aan leren eigenlijk. En daarnaast is ook een levering van Pepsi Cola aan de toekomst, waar gewoon in de kantine inderdaad de merken dan verkrijgbaar zullen zijn. We hebben eigenlijk al 10 jaar geleden besloten om voetbal te omarmen. Zeker ook met het Gatorade-verhaal. En dus ook het merendeel van de eredivisieclubs werkt al met ons. En Ajax stond zeker al lang op ons verlanglijstje. Ook niet om de minste plaats dat ik al ongeveer mijn hele leven lid van Ajax ben. Dus dat komt mooi bij elkaar. En zo zijn die gesprekken begonnen. En een goede dialoog gehad. En uiteindelijk geresulteerd in een mooi contract waar iedereen tevreden is. Als voormalig topkeeper werd Van der Sar als geen ander dat de juiste voeding en drank voor topsporters steeds belangrijker wordt. 89 kwam ik bij Ajax en daar stond het nu iets meer in de kinderschoenen. En dan hadden we ook verschillende soorten, maar dat deed je ook vaak met water. Deed dat. Of als wij als we een diner hadden, dan had ik een bruistabletje, een energietabletje. En dan meet je dan 6 jaar geleden afscheid nemen of 4 jaar geleden afscheid nemen van het voetbal. En ja, dan zit je met shakes, met herstel, met tubus en weet ik het allemaal niet meer. Dus ja, natuurlijk een heel proces wat er gaande is. En de wetenschap leert steeds meer van de sport. En wij hopen als sporters ook van de wetenschap om toch beter te kunnen presteren iedere keer op het veld.